De beweging BP 2011, de politieke organisatie DUS, en de beweging Unfasama Kaosteng 2020 hebben gisteren unaniem verklaard dat zij onder de naam van de partij Broederschap en Eenheid in de politiek BEP zullen deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei 2020. Ook hebben deze drie partijen op een persconferentie verklaard dat zij voortaan onderdeel zijn van de Geel-Groene Partij. BEP-voorzitter Ronnie Sabina is blij dat deze partijen de visie van BEP onderstrepen. Ook stelt hij het op prijs dat zij samen met de BEP de verantwoordelijkheid nemen om het politieke werk voort te zetten. A ondersteunen DC, a feit DC, tak den baranga den salisi. Ou incorporer den volledig in die apartheid BEP. Peu si taki do yep draag a symbool fu BEP ei. Ja, in BEP tenu na alasani fu BEP, wo roko tranga, hand in hand, schouder aan schouder, fu doro, a principe wan doro. Lek sambe taki ba, wij gaan voor een historische overwinning. En deze day, we si taki adrendisi, maar ook toe aan missie die ze voor realisering. Na dat je nu aan te juta ki, a team die ze, a structuur die ze, a pak die ze, sa wo sloy, na wa pak, sa ego, baka, die mede regeringsverantwoordelijkheid. Maar wanneer regeringsverantwoordelijkheid, tap wa moro betere fasi, pe adra vlak moest moro bigi, pe, u ka beïnvloed, a beleidskeuze tap wan fasi san fiti. Ou kan beïnvloed a beleidsformulering tap wan fasi san fiti. Ou kan beïnvloed a beleidsuitvoering, maar ook doet ook a monitoring voor a beleid tap wan fasi sao sitaki na fasi daki ube denki a bo moro boom. Romeo Dico, waarnemend voorzitter van DUS, zegt dat zij een samenwerking met de BEP zijn aangegaan, omdat de leden van het bestuur van BEP geen economische belangen hebben in het binnenland. Hiermee bedoelt Dico hout- of goudconcessies. Want als je voor DUS gaat naar het binnenland, dan moet je bepaalde zijn er voor naam om te zeggen dat je een koop voor het binnenland. Dat je ook met een economische kapotopstaan kan maken. Dus dat de toestand eigenlijk dat de rode draad zijn met ook kiezen voor we samen naar de barraaf voor BEP met dat woord. De waarnemend voorzitter van DUS, Romeo Dico, samen met BP 2011 en Unfasama Kaosteng 2020 is dus een samenwerking aangegaan met BEP.